Het was zeg maar zo, wij bouwen hier een stad. Oh, hiervoor bouwt aan de andere kant de stad. PvP! Yo, mensen van Altijd Compilaties. Het is weer 5 uur, het is weer tijd voor een nieuwe Kingdom 2 video. Welkom weer terug. En vandaag gaan wij een stad behandelen die op het Noordoosteiland staat van Tilifia. Het is de stad van Ectaion. En hij is heel erg exclusief en anders geworden dan de andere steden. Daarom staan we hier ook. Zoals je ziet, dikke muur. En elk huis hier zo heeft een beetje de stijl van een rood dak. Dat is een beetje wat zeg maar deze stad een beetje uniek maakt aan zijn eigen stijl. Dit is totaal niet de hoofdingang, maar ik wist ook niet wat de hoofdingang was, want je hebt overal een beetje ingangetjes. Het is nog dik in de bouw, want hier komt nog allemaal shit en zo, weet je wel. Kijk, hier heb je al die muur wel helemaal leuk omheen, maar er staat nog geen huis hier zo. Dus we gaan wel eventjes naar het gebouwde deel. De huizen zijn hier wel echt ziek groot, jongen. Dit is bijvoorbeeld een huis die gewoon gekocht kan worden. Hier, villa te koop, 25 diablocks. Dus, laten we maar even kijken wat je hier dan binnen hebt, hoe groot het is. Dit is dan zeg maar zo'n ding, zo'n huis. Het is heel anders. Je moet deze stad ook echt niet doorlopen met de default texture pack. Want de kleuren matchen zeg maar niet in de default texture pack. Maar op de texture pack John Smith matchen de kleuren echt fucking nice. Het is echt super. Het ziet er echt dope uit. Gewoon GG, nice. Maar ik zal eventjes kijken of we nog hoger kunnen. Ja, dit is te hoog. Oh nee, daar heb je nog een halve verdieping. Dat is wel dope. Dat vind ik vet. Dat je hier nog een halve verdieping hebt. Oh, wat een mooi bed. Holy shit. Net zoals Avalon is dit een beetje ook een stad die ik zeg maar in stukjes ga hakken. Aangezien er heel veel telkens bij komt en nog niet af is. Dus we gaan dit is zeg maar tour 1. En dan gaan we volgende keer tour 2 als er weer wat meer gebouwd is. Dit is gewoon weer zo'n huisje zoals de andere. En daar loop ik gewoon heel eventjes langs. Want ik ga niet elk huisje individueel bekijken. Deze staan een beetje volgens mij op het strand. De Chollings. Er zijn ook nog geen paadjes naartoe. Maar er zit geen haast achter. Dit, ik bedoel, kan gewoon, boeit niet. Hier heb je dan volgens mij een van de hoofd. Gebouwen. Kijk dan hoe exclusief dit eruit ziet. Dit is ook echt een bouwstijl die heel veel Tilifianen best wel moeilijk vinden om te maken. Volgens mij hebben maar een paar mensen van het bouwteam deze bouwstijl onder controle en kunnen zelfstandig huizen gaan bouwen. De rest moet Mark bij zijn of zo, om te kijken of het niet fout gaat. Dit is het hoofdgebouw. Ik loop hier alleen eventjes omheen, want ik ga niet helemaal naar binnen ook om te kijken daarbinnen. Want waarschijnlijk is het niet helemaal ingericht en zo, dus dan speel ik er alleen maar een beetje tijd mee. Dus ik laat jullie alleen eventjes dan de buitenkant zien. Hier is dan nog een groot gebouw. Ik weet niet wat die grote gebouwen allemaal eigenlijk zijn. Ik kom hier eigenlijk heel erg onvoorbereid. Kom ik hier binnen en binnenvallen en kom ik eigenlijk maar een beetje cool doen. Zo van, kijk jongens, ik maak een Kingdom video. Fucking swag. YOLO. Je hebt hier in ieder geval nog meer shit. Hier komen we een beetje bij de haven. Kijk, hier is bijvoorbeeld een stuk muur. Maar hier houdt het dan weer op. Wacht even. Volgens mij zat hier eerst een poort tussen. Of zit dat daar? I'm confused. Ik ben hier een tijdje geleden geweest en nu is het weer heel anders. Lijkt wel. Ja, volgens mij zat daar eerst gewoon een muur. Dat je er niet doorheen kon. Alleen met deuren of zo. Hier heb je dan zeg maar nog een stuk van dat muur. En die muur loopt echt gewoon kapot ver door. Die loopt helemaal over het water. Jammer dat mijn ding niet zo ver kan dingessen. Dat was echt een hele nice uitleg in ieder geval. Volgens mij hebben we hier best wel een aantal keren best wel ruzie gehad met Hifar. En er stond daar gewoon een muur. Ik weet niet. Maar volgens mij is die gewoon weggehaald. En is het anders gemaakt. Dit komt me ook gewoon echt helemaal niet meer bekend voor. Het is gewoon heel anders. Jan, je had me moeten inlichten, joh. Verdorie. Dit is dan een toren. Jongens, ik kan hier eigenlijk helemaal niet zoveel over zeggen. Het is gewoon zoals het is. Maar dat is bijna bij elke Kingdom video. Dus anders zou ik zo niet eens hoeven maken. Maar de stijl en zo, jullie zien het al. Het is gewoon, het is echt ziek. Als je Tilifiaan bent en je bent hier nog niet geweest, dan moet je gewoon eventjes vragen aan een speler. Yo, breng me naar Hierat. En dan kijken ze wel even of ze zin hebben om je naar Hierat te brengen. Ja, dan heb je hier nog iets wat in de aanbouw is. Zoals je ziet, daar wordt het dak gewoon nog gemaakt. En hier zo heb je echt de muur die kapot ver doorloopt. Deze muur loopt echt kapot ver door. Deze loopt volgens mij helemaal over het water. Ja, het loopt helemaal over het water. Helemaal om Hierat heen. En dat is echt wel, dat is echt wel een heel stuk. En we lopen nog steeds naast de muur. Daar gaat hij de hoek om. Dus moet je nagaan, hè, jongens. Dit wordt nog helemaal ingevuld met allemaal huizen en zo. Dus Hierat wordt echt heel groot. Dit wordt echt, wordt echt heel groot. Waar wij in Avalon niet rekening mee hebben gehouden, is een beetje het muurdesign. Dat hij ook, zeg maar, makkelijk de hoek om kan en zo. Want dat is best wel gewoon een dingetje. Het is altijd wel handig als een fucking muur makkelijk de hoek om kan. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld hier zo'n uitweg. Maar dan weet ik niet of dit dan de hoofdingang is.
Of dat daarachter, want daarachter wordt ook nog wat gebouwd, een soort van ingang. Damn, moet je kijken hoeveel hier nog bijgebouwd moet worden, jongens. Fucking hell. Dit gaat echt een pain in the ass worden voor het bouwteam, want zoals ik al zei, niet iedereen die kan deze bouwstijl maken. Nou, dat moeten ze dan maar leren. Hier, het ziet er gewoon... Het is zoveel verschillende blokken door elkaar. Het is echt super over... Het ziet er ingewikkeld uit en je aanschouwt het maar zoals het is. Hier, ik dacht dat dit de hoofdpoort was. Volgens mij is dat ook gewoon de hoofdpoort. Alleen hij ziet er niet echt af uit, aangezien daar water zit. Daar zit fucking dirt. En hier zitten dan ook weer random lijntjes. Dus ik dacht, ik begin maar gewoon bij dat andere stuk. Dan is dat cooler, weet je wel. Hier komt dan denk ik ook gewoon dat hoofdpad aan. En dan heb je hier... dat je helemaal om de muur heen kan. En dan, de meeste Tilivianen lopen daarom ook nog gewoon langs dit pad, langs de zee. En dan kon je daar gewoon heel makkelijk hier had binnen. Dus dat is eigenlijk hoe Tilivianen daar naar binnen gaan. Er is ook nog een hele grote villa hier zo, in hier had gebouwd. En die ga ik in een andere Kingdom video reviewen. Want die is ook echt gewoon, wow, die is echt super ziek gemaakt. Volgens mij heeft Mark hem gemaakt op de bouwserver en wel andere mensen hem hier zo naar overgemaakt. En dat is ook echt gewoon, wow, jongens. What the fuck, wat een ziek gebouw. In ieder geval, dit is echt gewoon een beetje een korte update. Als er meer over Hierad is om te reviewen, dan laat ik dat zien. Hier, het is ook gewoon, kijk hoeveel geld wij hebben besteed aan rode fucking clay. Dit is gewoon niet normaal. We hebben zoveel ook gekocht en zelf ook proberen te foxelen. Maar dit is dus gewoon hoe Hierad is. En Hierad wordt gewoon een beetje een exclusieve stad. Het is nu een beetje bekend bij Hivar als de PvP-stad, aangezien we hier met Hivar best wel heel veel hebben gevochten, ook daar op het water en zo. Want aan de overkant heeft hiervoor nu ook ineens random een dorpje gebouwd. In een stad of een fort, whatever. Ze hebben daar iets gebouwd. En het is gewoon... Het was zeg maar zo... Wij bouwen hier een stad. Oh, hiervoor bouwt aan de andere kant een stad. PvP! En dat is eigenlijk... Ik mis wel de muur ineens. Het is heel erg disoriënterend. Want volgens mij heb ik hier gestaan toen er een poort was. En dan heb ik hier zo een beetje staan schieten. Dat weet ik nog. Maar het is ineens anders. Het is ineens anders. Ik snap er helemaal niks meer van. Ik ben helemaal gedisoriënteerd. Het is helemaal raar. Volgens mij is dit ook gewoon een huis, maar deze is nog niet af. Want er zit geen dak, volgens mij. Op elk huis hoort een dak. En dit huis heeft nog geen dak. Hier komt ook de bloedtempel trouwens, volgens mij, van Herak. Als die er is, zal ik die ook wel gaan reviewen. Dit was eigenlijk de Kingdom video voor vandaag. Vond jij dit nou een leuke Kingdom video? Laat hem vooral eventjes een duimpje omhoog achter. En ja, abonneer eventjes voor de volgende Kingdom video's. Volg me ook even op Twitter. Dan mis je gewoon helemaal niks. Dat is gewoon ook een van de meest makkelijke dingen om te doen. Ik wil je bedanken voor het kijken. En ik check jou later. Do 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 do